Praktijklessen vanmorgen voor Anouk Vellekoop en Caroline Tombrok van de Hogeschool Rotterdam. Zij volgen de opleiding Gezondheidszorgtechnologie en verdiepen zich daarbij in de medische apparatuur. Het repareren ervan, hoe je het moet gebruiken. Het maken is meer op universitair niveau. Nou kijk, de bedoeling van deze opdracht is dat jullie goed kijken, hè, bij die pendels die zo rond die operatie hangen. Dat de apparatuur zo staat dat zowel de anesthesist als de chirurg goed zicht hebben op de monitoren. Ik wilde over het algemeen graag de zorg in, maar ik vond de zorg te dicht komen, dat je te dicht bij de mensen kwam te staan. En daarom vond ik dit een hele leuke combinatie tussen de techniek en de medische kant. Ik dacht, met zo'n schroevendraaier, dat is allemaal niks voor mij. Maar ik vind het toch wel leuk om te zien wat er in zo'n apparaat gebeurt en waarom dat zo gebeurt. Steeds meer meiden kiezen voor techniek. Zo ziet ook de Hogeschool Rotterdam. Techniek breed zitten we ongeveer op 20-25% meisjes. Maar het varieert nogal per technische opleiding. Gezondheidszorgtechnologie, daar zitten we nu op bijna 45% instroom meisjes in het eerste jaar. Dus dat is al behoorlijk veel. Bij elektrotechniek en bij werktuigbouwkunde is dat dus nog een stuk minder. En inderdaad, bij elektrotechniek moet je echt op zoek naar de vrouwelijke studenten. Techniek zou niet sexy zijn, zeggen veel dames. Maar Amy Antonius heeft wel voor deze richting gekozen. Tegenwoordig is de economie zo slecht dat techniek de richting is om ervoor te gaan, zou ik zeggen. Maar is techniek sexy? Sexy als je een robot kan maken die kan schoonmaken. Nou ja, waarom niet? Dan zit je tussen allemaal mannen. Ja. Kan je die gasten nog een beetje de baas? Ja, tuurlijk. Vrouw is altijd de baas.